Ja, Sevili, het spijt me, maar de cassette zal absoluut... Wacht aan, maar dan ga ik daar een document van maken. De cassette is verloren. Ik denk dat Louise zal meegenomen hebben naar de Nemo. Ja. En de dingen en de affiches ook. En dat is tegen liefst. Dat is mooi. Hier, Louis. Ah, ja. Zeg maar, dat is een mooie foto, hè. Ja, dat is mooi. Dat is een hele mooie foto. En een stukje film, de plaatjes. Ja. Ah, hier, de figuur. Wauw, dat is wel heel mooi, hè. Ja. Hoe lang is hem nu al dood? Dat is nog niet zo lang, hè? Oh, dat is toch weer al een tijd, hè? Mm-hmm. En je hebt het dan ook niet in de krant gelezen? Van... Ja, we hebben de adviezen niet teruggevonden, we hebben de film niet teruggevonden. We hebben ons best gedaan. Het zal voor een volgend leven zijn. Als we bovenkomen in Nemo, gaan we het vertellen. Ik ben op het moment in mijn verleden op aan het raken. Nu juist, Luke, mijn buurvrouw, ik ben op 11 jaar verhuisd in een stadje, dat verteld, misschien gelezen. Ja. En de buurvrouw woont daar nog altijd, een meisje van mijn leeftijd. Ja. En ze vroeg, juist dezelfde dag vandaag, nog ga ik er naartoe. Ja, wel ja. En ik heb al de oude foto's van mijn moeder, die is mijn moeder 3 jaar geleden gestorven. Dus ze blijft wachten, ja. De mensen worden ook stukjes natuurlijk. Of wat begin zien er meer over. Ja, dat is waar. Nou, zet dan maar af. Allee, ja. Voilà. En heeft zijn lichaam afgestaan aan de wetenschap? Hè? Ah, dat wist ik niet. En dus nu ligt hij begraven in Leuvel op Kerkhof? Ligt hij op Kerkhof? Maar dat ga ik volgend jaar... Maar de gewone steen op de grond, hè? Geen naam, geen inscriptie. Jawel. Jawel, bestaat er een Louis-Mester. Waar zijn de beren allemaal? In de keuken. In de keuken. De keuken, dat is hier rechts. Hier. Ah, ja, mooi.